deze korte video zie je hoe een zonnepanelendak gemaakt wordt. Dit is het eindresultaat. Ik ga nu naar binnen toe. Dit is de onderzijde. Dus hier wordt het gewoon op golfplaat aangebracht om het helemaal waterdicht te hebben. Maar het kan ook anders. Je kunt ze ook gewoon waterdicht op elkaar aansluiten. Dus we gaan nog een stap verder naar de kale constructie waar nog geen zonnepanelen op liggen. Kijk, hier is een aluminium frame gemaakt waar precies zonnepanelen op passen. En die worden gewoon waterdicht op elkaar aangesloten. Dus dan krijg je een heel zonnepanelendak. In dit geval komt er voor de rest een glazen gevel in en een hele mooie constructie in het zicht. Dus op die manier maak jij zelf je eigen zonnepanelendak helemaal nieuw. Maar je kunt ook op een bestaand dak compleet helemaal uitrusten met zonnepanelen. Ik zal in het bericht zetten hoe, kosten en het stappenplan.